wat ik ook mocht pleiten. Men praatte ook vol ongeloof over de mogelijkheid Den Haag en Scheveningen aaneen te smeden met een weg. Mijn pleidooi werd beschouwd als het ijlen van een zieke. Het zand bedwingen met een klinkerweg. Ik stond erop. Maar iedereen leek over mij heen te willen lopen. Aldus dichter, diplomaat, componist en architect Constantijn Huygens in 1653. In dat jaar diende Huygens een ambitieus plan in bij de Haagse magistraat voor de aanleg van een kaarsrechte weg dwars door de duinen van Den Haag op Scheveningen. Een primeur, want het was de eerste verharde weg tussen twee steden in Nederland sinds de Romeinse tijd. Later volgden pas de Champs-Élysées in Parijs en Unter den Linden in Berlijn. We staan hier aan het begin van de Scheveningse weg met het mooie tolhuis zoals het er ooit uitgezien heeft. Het is nu een beetje wit bepleisterd, maar het is een mooi stukje aan het begin van de Scheveningse weg. Hier ging in 1864 de eerste tram van Scheveningen naar Den Haag. Wij hebben de oudste tramwegmaatschappij van Nederland. Daar komt die zwaar van ouderdom, statig en traag het hoekje om, van dromen en herinneringen. Hij belt, hij ziet me heus wel staan, zijn open wagen achteraan, de zomertram van Scheveningen. Dit is een plaats vol weemoed. Als je je realiseert dat aan de overkant van de Scheveningse weg een prachtige uitspanning lag. Hotel de la Promenade met een groot terras waar oma's met hun kleinkinderen zaten. En dan dronk men natuurlijk limonade of wat water, wellicht een ijsje. En de kleintjes konden dan rustig oversteken en op de Belvedere van de Hoge Klif kijken. Eind 19e, begin 20e eeuw groeit Scheveningen uit tot een moderne badplaats met internationale grandeur en allure. Aan het eind van de Scheveningse weg ging deze over in de Keizerstraat, wat een aantrekkelijke winkelstraat werd, maar ook een ontmoetingsplek voor de Scheveningers. Nou, je ziet het, mensen. Dat is de Keizerstraat. Eigenlijk noemden wij dat alleen nog maar de straat, want het was de straat en alles gebeurde. Zowel je verkering opdoen als al je boodschappies. Nou, daar zat een fotograaf, Charles Schmidt. Nou, dat ken je best, daar ging je allemaal je kiekjes. Vroeger zeiden ze natuurlijk niet, ik ga een foto laten maken. Dan gingen ze er eigen uit laten schilderen. Ik heb mijn eigen uit laten schilderen, dat was een foto maken. Hij kwam helemaal geen schilderen aan te pas natuurlijk, maar dat ben ik van die uitdrukkingen. Dat was zo op Scheveningen.